Hey boys, welkom. Het is dinsdag, het is shit weer. Het regent constant. Het is echt verschrikkelijk. En daarom is het een perfecte tijd voor een nieuwe aflevering van Deze Wereld is Kut. Nu, deze aflevering gaat eigenlijk een beetje zijn over mijn persoonlijk leven. Wel, niet echt mijn leven, maar het leven van iemand in mijn familie, namelijk mijn oma. Nu, ik denk ook niet dat het een super lange aflevering gaat worden en zo. Maar het is maar dat je het weet. En ik vind dat dat wel een keer gezegd moet worden. Dat deze situatie voor haar echt gewoon super kut was. En dat dat verschrikkelijk is. Dat dat kan in deze wereld. Nu, je moet weten. Mijn oma is beginnen werken. In die tijd was dat normaal. Dat je van je 15 op fabriek gaat werken. Dus die is gaan werken als naaister. In het begin heeft mijn oma gewerkt als naaister. En daarna heeft mijn oma gewerkt als kuisvrouw tot haar 65 en dan is die met pensioen gegaan. Nu, in de loop van haar leven had mijn oma constant geld gespaard en dingen gekocht en ja, mijn moeder ook gemaakt. En ik bedoel, weet je, die had een vol leven, dat is wat ik wil zeggen. Nu, een paar jaar geleden, dat is eigenlijk wel veel jaren terug, maar is mijn opa gestorven, dus dan leefde mijn oma alleen in dat huisje. En na een tijd kon ze dat ook gewoon niet meer aan om alleen te leven in dat huisje, dus ze is gegaan naar een rusthuis. Weet je, mijn oma, alles werd wat moeilijker, hè? Dat is normaal, hè, man, dat is de leeftijd, alles werd moeilijk. Bijvoorbeeld koken werd moeilijk, kuisen werd moeilijk, heel dat groot huis voor u alleen en zo, dat ging niet. Dus ze verkocht het huis en ging in een rusthuis wonen. Nu, je moet weten, mijn oma, haar pensioen was rond de 1100 à 1200 euro. Nu, het rusthuis waar dat ze dan uiteindelijk in gaan wonen, was enkel het rusthuis. Je moet weten, dus enkel de verzorging en het rusthuis zelf. Hè? Dus niks extra, geen dokterskosten, geen weet ik veel wat allemaal. Nee, dat was er allemaal niet bij. Dus dat was rond de 1600 euro, 1500 en nog iets in de 80 of zoals ik me juist herinner dat ze mij had verteld. Dus ja, weet je, 1200 euro of 1600 euro. Dus ze kwam geld tekort. Nu, als je tekort komt, als je ouder bent, kun je één ding doen. En dat is naar het OCMW gaan om bij te gaan vragen. Dus mijn oma deed dat. Mijn oma is dan naar het OCMW geweest. En ze hebben dat dus gaan aanvragen. En die zeiden, oeh, maar mevrouw, jij vraagt hier even meer geld aan. Terwijl dat jij nog eigenlijk zoveel geld op je spaarrekening hebt aan. Nee, zeggen ze. Pas als jij niks meer hebt, dan pas gaan wij bijgeven. Dus hoe triestig is dat eigenlijk? Je hebt dus fucking heel je leven gewerkt. Je hebt je eigendom moeten verkopen. Je zit oud en versleten. En je wilt nog een paar, ja, paar jaar leven. En ja, een klein beetje. Ik zal een rusthuis luxe noemen. Want ze doen daar shit voor u en zo. Terwijl dat totaal niet zo luxueus is als dat je zelf zou denken. Maar allez, zo is het gewoon. Dus ik vind dat schandalig. Dus ja, wat heeft oma dan moeten doen? Al die jaren dat hij nu al in dat rusthuis zit en zo, heeft hij geld moeten pakken van het huis dat ze toen in een tijd verkocht had. Dus ja, weet je, dat was 400 euro op een maand. Alleen al aan huishuur, zo gezegd, van dat rusthuis. Dus weet je, dan komen er nog een keer, ja, weet je, dat zijn oude mensen, dus ja, wat komt er dan zeker bij? Dokterskosten. Mijn oma die gaat al een keer graag naar de kapper, dat komt er dan ook weer al bij. Nieuwe kleren, nieuwe schoenen. Mijn oma heeft last van haar voeten, dus die gaat bij zo'n voeten, dokter, gedoe, masseur, dingen. Dus weet je, dat gaat daar ook allemaal af. Dus nu is mijn oma op een bepaald punt gekomen in haar leven dat ze totaal geen geld meer heeft. Ik bedoel, als mijn oma een flesje cola van de lijst wilt, dan moet die letterlijk naar mijn moeder bellen en vragen, hey, wilde jij eens een flesje cola meebrengen? Want mijn oma heeft letterlijk geen nagel meer om aan Uldergat te krabben. Zo noemen we dat hier in Sint-Niklaas. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat vrij triestig, man.
Je hebt dan heel je leven gewoon gewerkt, je hebt al je jaren gewerkt dat je moet werken. En dan ineens zeggen ze, ja, kijk ja, je hebt nog spaargeld, dus ja, we gaan niks geven. Dus het klein beetje geld dat je dan uiteindelijk hebt kunnen sparen in je leven, zegt de overheid gewoon, hier, dikke fuck you, gast. Je zult dat allemaal eerst afgeven en dan pas zullen we bijleggen. Dus ja, ik vind dat triestig, ik vind dat verschrikkelijk en deze wereld is letterlijk kut. Nu, dat is mijn mening, dat is wat ik ervan vind. Sommige mensen gaan dat normaal vinden, dat de overheid eerst heeft gezegd van ja, je stel je spaarrekeningen leeg en dan pas geven wij geld. Ik vind dat verschrikkelijk. Want het is zelf op zo'n punt gekomen dat ze hebben gezegd bij het OCMW van kijk ja, je moet eerst zorgen dat uw begrafenis betaald is. Dus met mijn oma, haar spaarcenten, is haar begrafenis nu al betaald. Dat is allemaal al in orde. Dat is zo gezegd later, als ze sterft en ze heeft geen geld meer, dat uiteindelijk wordt, dat al betaald is, snapte, dan moet de overheid daar ook geen cent aan betalen. Want als je sterft en je hebt geen geld meer, dan moet de overheid dat betalen, je begrafenis. Of je familie, ik weet niet juist hoe het zit. Maar alleszins, ik vind dat schandalig dat dat kan in deze wereld. En ik vind dat echt verschrikkelijk, om eerlijk te zijn. Nu kijk, dat was deze aflevering van Deze Wereld is Kut. Laat mij weten wat je zelf van die situatie vindt in de comments. En ik zie jullie graag in de volgende video. Merci allemaal voor jullie tijd en om te kijken. En tot de volgende. Yo, salutjes.